Goedendag, u kijkt naar de weerswachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dikke wolkenvelden boven het zuiden en oosten van Nederland. Daar viel vanochtend dan ook op de meeste plaatsen wat regen of motregen, terwijl het in het westen en noordwesten grotendeels droog was op een enkel spatje na. Temperaturen vanochtend rond de 6 graden, vanmiddag lopen ze dan wat verder op, dan wordt het zo na. 8 à 9 graden op de Waddeneilanden en rond 9 graden in het midden westen en zuiden van het land. Vooral in de oostelijke helft van het land blijven nog af en toe buien vallen. In het westen wordt het grotendeels droog, en daar breekt af en toe de zon door. Vanavond verdwijnen de meeste buien in de loop van de avond. In de nacht gaat het vanuit het zuiden echter opnieuw regenen, al met al dus gewoon wisselvallig weer. Ook morgen overdag is het ronduit wisselvallig. Het regengebied trekt dan van zuid naar noord over het land. Vanuit het zuiden stroomt wel zachtere lucht binnen, waardoor het 12 à 13 graden wordt. En als de zon nog even doorbreekt, kan het in Limburg zelfs 15 graden worden. Op de langere termijn wordt het nog zachter. Vrijdag en zaterdag valt er nog een enkele bui. Zondag is het droog, kunnen we rekenen op 15 tot 20 graden. En als het echt mee zit, wordt het zelfs nog iets warmer. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl